VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. André Hazes Junior is vandaag bij ons te gast bij VBRO. Dag André. Dag meneer. Zeg maar Rudy. Oh kijk, ja. Goed opgevoed hè. Ja, ik hoor het. Je bent voor het eerst bij VBRO vandaag, want je hebt een nieuwe full CD uit. Ja, dat klopt. Ik heb een nieuw album uit, mijn eerste soloplaat. En dat is toch een soort van een klein kindje wat je aan de mensen laat zien. Ja. Wat staat er allemaal op? Er staan een aantal liedjes van mijn vader op, die ik gecoverd heb. En natuurlijk ook nieuwe stukken, waaronder twee liedjes die mijn zus geschreven heeft. En een album om trots op te zijn weer. Ja. Je zingt, zoals je zegt, ook samen met je zus. Maar het is ook een beetje een ode aan je vader. Ja, natuurlijk. Ja, er staat een liedje op voor mijn vader, wat natuurlijk wel voor hem geschreven is. En, of tenminste ook over hem. En ja, dit zal altijd, alles wat ik doe is wel met mijn papa in ons achterhoofd. Ja. Als je nu in Vlaanderen optreedt, we kennen jouw papa natuurlijk allemaal, hoe reageren de mensen? Ze zijn gelukkig allemaal wel enthousiast. En dat was vanaf de eerste seconde zo. En ik ben met zoveel liefde en open armen ontvangen dat ik je eigenlijk nooit meer weg wil. Ja. Is dat echt zo? Of zeg je dat omdat je een nieuwe CD uit hebt? Nee. Ik zei het ook voor het CD. Ja, en het is eigenlijk echt waar. En ik ben er ook gewoon heel dankbaar voor, weet je. Het is echt heel mooi wat er is gebeurd allemaal de afgelopen tijd. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Mm-hmm. Ja. Is het anders optreden in Vlaanderen dan in Nederland? Jawel. Ja, de mensen in Vlaanderen die zijn toch wel, ze luisteren echt naar wat je doet. Hè, en ze waarderen het voornamelijk. En in Nederland maken ze wel echt een feest, maar ze blaren er ook gewoon doorheen als het moet. Ja. Met een pintje te veel op. Ook, ja dat klopt. Ja. Wat vind je van de stad Brugge? Want je bent in Brugge vandaag hier bij VBRO. Al is de stad verkend of nog niet? Niet helemaal. Ik heb wel een paar dingen. Weet je, ik zit heel van de auto vandaag, dus je kan vanuit de auto heel veel dingen zien. Maar het is een prachtige stad, zeker weten. En ik hoor dat je hier goed kan shoppen, dat hoor ik allemaal. Dus het is niks mis mee. Okay. Nog één vraag, wat is je favoriet nummer op de CD? Mijn favoriete nummer is toch denk ik dan mijn nieuwe single Een Laatste Kans. Ja, dat is het liedje wat er als allerlaatste bij is gekomen, maar dat is voor mij wel een parel. André, bedankt en succes. Dank u wel. Dat ik oneerlijk ben geweest. Het spijt me dat het vertrouwen niet geneest. Oh, het spijt me dat ik je verdrietig heb gemaakt. Nog het allermeest. Oh, vergeef me voor wat ik jou heb aangedaan. Vergeef me. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Oh, vergeef me. Weet dat ik mezelf nu voor mijn kop zou willen slaan. Nou, dag lieve schatten. Hier sta ik dan. Ik wil jullie op deze manier hartelijk bedanken voor eigenlijk de afgelopen jaren wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan. Hoe jullie mij hebben gesteund. En ik ben blij dat jullie een deel zijn van mijn leven. Dank jullie wel. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.